Gelaten staat Maaike, de bewoonster van de afgebrande woningen, bij als de politie zijn werk doet. Zij was het die net op tijd wakker werd toen de woning vlam vatte. Ik ben wakker geworden, ik weet alleen niet waarvan. Ik hoorde wel dat er heel veel gebonkt. Toen ik de trap afkwam, hoorde ik dat de jongens aan het bonken waren op de deur. Ik probeerde ze in te trappen en te schreeuwen. En mijn vriend wakker gemaakt. En toen zijn we via de achterdeur zijn we naar buiten toe gegaan. Ik heb echt alleen maar gegild en gehuild. Ik weet niet, ik mis ook stukken. Haar buurjongen kan het zich nog wel goed herinneren. Ik had een feestje hier aan het einde van de straat. En we gingen naar huis. Het was hoe laat was het? 2:15. En ik liep hier zo. En ik keek eigenlijk hier zo de straat in. En ik zag gewoon heel de boerenlichterlaai staan. En het eerste wat eigenlijk bij mij in me opkwam, is dat ik naar binnen gerend ben. En de tuinslang eigenlijk wou pakken. Maar voordat ik eigenlijk de tuinslang al in mijn hand had, stond hier de brandweer al en waren ze al bezig. Maaike en haar vriend renden in pyjama op blote voeten naar buiten. Ze hebben niets kunnen redden uit de woning. Het zal een beetje troost bieden. De hele buurt rukt uit om het koppel bij te staan. Haar familie is gelijk een inzameling zeg maar, begonnen. Want ja, ze heeft helemaal niks meer. Ze heeft alleen nog maar de nachthemdje wat ze aan had. En dat is het. Dus gelukkig hebben vrienden en familie zoveel mogelijk al ingezameld. Of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Maaike en haar vriend kunnen naar verwachting over een paar maanden terug naar hun woning.